Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shop blog voor je. Ik moet er gelijk bij zeggen, het is wel even geleden dat ik deze spullen al heb gekocht. Maar ik heb gewoon nog niet eerder een plekje in de planning kunnen vinden. Qua uploaden van video's om deze video te maken. Maar ik ga je dus gewoon wel laten zien wat ik bij de Action heb gekocht. Het zijn ook wel gewoon wat basic items. Het zijn ook items die je eigenlijk meestal wel gewoon bij de Action kan kopen. Mocht je benieuwd zijn naar de spullen die ik dus bij de Action heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld neerzetten. Ik begin even met een item die mijn moeder even had gehaald voor mij bij de Action. En dat is deze kattenbakverfrisser. Dat is deze. Ik heb deze al een keer eerder gekocht. En ik moet zeggen, bij mij werkt dit heel goed. Mijn katten gaan heel erg goed op dit spul. Hij staat wel helemaal bol. Oh nee, er zit nu een dekseltje op. Hij is nu wat veranderd. Er zit nu een dekseltje op. Ja, ik strooi dus altijd een beetje van dit spul, zeg maar, in de kattenbak. En ik weet wel, heel veel mensen zeggen het is niet zo goed voor je katten. Maar mijn katten die gaan er echt gewoon heel goed op. En daardoor ruikt de kattenbak ook minder snel. Vooral met drie katten. Dus dan, ja, voor mij werkt het heel erg goed. Ik zag trouwens laatst ook dat ze dit ook hebben bij de Welkoop. Daar heb je meerdere geuren. Daar heb je ook lavendel, maar daar heb je ook citroen en dat soort geuren. Maar zolang Action het heeft, vind ik het fijn. Dus ik heb deze weer eventjes. Heel fijn voor de kattenbakken. Dan heb ik een handdoekje gekocht. En ik had deze al een keertje eerder gekocht in een rode kleur. Ik vind dit hele handige handdoekjes om te gebruiken na het sporten. Ik sport dus al een aantal jaar, doe ik thuis oefeningen. En dat werkt heel goed. Het zijn eigenlijk reishanddoekjes. En deze zijn heel erg fijn om dan lekker daarna eventjes je gezicht een beetje af te drogen. En dat soort dingen. Het is ook best wel een groot handdoekje. Maar je kunt hem gewoon, zeg maar, zo bij elkaar binden, want er zit een touwtje aan en dan kun je hem eigenlijk heel klein oprollen. Dus ja, dat is wel heel erg handig. Dus ik vind dat gewoon hele fijne handdoekjes om te gebruiken met sporten. En ik vond eentje dan toch een beetje weinig, dus ik dacht ik neem gewoon eventjes nog een kleurtje mee, want nu hadden ze ze weer. Ze worden ook wel beschreven als reishanddoekjes, daarom hebben ze ze ook niet altijd en meestal pas tegen de tijd dat je weer richting de zomer gaat, zeg maar. Dan heb ik 5 vacuümzakken gekocht. Ik heb laatst vacuümzakken gekocht bij de IKEA en die bevielen zo goed. En toen dacht ik eigenlijk, goh, ik heb eigenlijk nog wel meer dingen die ik wil gebruiken met vacuümzakken. En toen zag ik dat Action ze ook had. Stuk goedkoper nog daar. Je krijgt hier 5 zakken. Je krijgt een S, een M en een L. Hier zie je hier achterop. Dus ik weet niet precies hoe de maten verdeeld zijn. Het staat dus niet bij hoeveel er van elk in zitten, maar je krijgt er dus 5. Ja, en het werkt gewoon heel erg handig. Dat is wel een beetje jammer dat er niet op staat van hoeveel er in. Oh jawel, staat er wel op. Je krijgt 1 keer een large, 2 keer een medium en 2 keer een small. Dus nou, ik ben ook wel heel erg benieuwd of deze bevallen. Mocht je daar benieuwd naar zijn, ik zal het in de vlogs nog een keertje laten zien of dat het bevalt. Maar ja, ik ben er heel erg benieuwd naar en ik ben echt wel fan van die zakken. Dan heb ik eventjes een nieuwe voetvel gehaald. Ik heb deze al een keer eerder gehaald, maar die van mij die werd al best wel stroef omdat ik hem veel gebruik. Dus toen zag ik ze nog liggen. Toen dacht ik, nou laat ik nog even een nieuwe meenemen. En dit keer heb ik een roze genomen. Ik ben iemand die heel erg bedeeld is met eeltvoetjes. Ook al, ik loop natuurlijk in huis wel, maar het is niet dat ik hele grote afstanden loop. En daardoor moet ik regelmatig mijn voeten doen. En ja, deze vind ik wel heel fijn. Die zijn dus van Betty's en dat zijn gewoon hele fijne voetveilen. Dus ik was hier, ben hier heel enthousiast over. Dus vandaar dat ik even een nieuwe heb gekocht. Dan heb ik een aantal setjes gekocht voor het maken van de kaarten. Ik heb het in de vlog al een beetje laten weten. Ik wil heel graag zelf een beetje aan de gang met het maken van kaarten. Maar ik vond het een beetje lastig om kaarten te vinden. Nou heb ik dus een aantal setjes gekocht. Ik heb hier allereerst 15 bij 15 kaarten. Dit zijn wel de kartonnen kaarten. Want ik moet zeggen, het was niet heel erg breed het assortiment. Ik heb het idee dat het heel veel verkocht wordt.
Hier krijg je 8 kaartjes bij met envelopjes. En ja, hier hebben ze al een voorbeeldje gemaakt wat ze ervan kunnen maken. Ja, ik ben er dus gewoon heel erg nieuw mee. Ik ben er nog een beetje zoekende in. Maar het is echt de bedoeling dat ik dit lekker ga oppakken. Dus ik heb dus allereerst deze. Dan heb ik ook nog een setje van 13x13. Het zijn iets kleinere kaartjes. Dus daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Is ook wel leuk als je een keer een kleine kaartje wil sturen. Dus die. En dan heb ik 2 keer witte. Kijk, dat zijn 2 setjes. Ze zijn allebei 240 bij 120. Hier krijg je dus ook 8 kaarten. Wit heeft wel voornamelijk mijn voorkeur. En ik ben nog wel op zoek naar wat meer witte kaartjes. En ik weet ook dat Hema ook kaartjes verkoopt. Maar ik weet niet of er enveloppen bij zitten. Kijk, en als het gewoon standaard kaartjes zijn, waar gewoon een stand envelopje om past, is het niet zo erg. Maar goed, en hier hebben ze ook al een hele leuke voorkant op gemaakt. Maar mocht je eventueel misschien tips hebben, laat het dan zeker weten waar je dus ook nog goede witte kaarten kan kopen. Want ik merk dat wit het snelste uitverkocht is bij de Action. Bruin ligt er eigenlijk wel heel veel, maar wit niet zo heel veel. Dus vandaar dat ik nu gelijk 2 setjes heb meegenomen daarvan. Dan heb ik nog een massageborstel gekocht. Ik had al een blauwe, maar die gebruik ik nu voornamelijk met het inmasseren van mijn shampoo. En dat werkt heel fijn. Maar ik vind het dan eigenlijk niet zo handig om hem dan weer op mijn haar te gebruiken als hij droog is. Want je kunt hem dus ook op droog haar gebruiken. Omdat hij dan nog best wel nat is. Ik dacht, dan kan ik die blauwe voor de douche gehouden. En dan heb ik ook een eentje voor als ik gewoon eventjes lekker hiermee mijn hoofdhuid wil masseren als mijn haar droog is. En dan kan ik gewoon eentje gebruiken voor droog haar. Dus dan wil ik deze houden voor mijn droge haar. En dan die blauwe blijft lekker in de douche. Dus ik vind het hele fijne borstels. Dus ik dacht, ik neem nog even eentje mee. Vond ik wel handig. Dan heb ik eventjes weer van dat dubbelzijdige tape gekocht. Ik gebruik dit nog wel eens om dingetjes in te plakken in mijn bullet journal en zo. En toen dacht ik, nou, die van mij die ging al best wel hard. Ik neem eventjes een nieuwe mee. Deze ligt ook echt bij de hobbyafdeling. Je hebt 18 mm bij 4 meter. Dus je hebt 4 meter rol en dan 18 mm dikte. Dus dit is gewoon dus van dat tape waar 2 kanten aan zitten. Dus dubbelzijdig. Dus dat is wel heel erg handig. Ik vind het zelf hele handige tape om te gebruiken. Dan heb ik wat clearstamps meegenomen. En deze zijn met letters. Hooray, it's your birthday and happy birthday. Die vond ik dan ook wel heel erg leuk om te gebruiken bij het maken van kaartjes. En helemaal nu ik dat nieuwe platform heb, lijkt me dat gewoon heel erg handig. En je kunt dus ook namen maken, omdat je dus gewoon heel erg leuk lettertjes hebt. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Op de achterkant krijg je altijd wel een beschrijving hoe je dat moet doen. Voor mensen die het niet zo goed weten, dus dat is altijd wel handig. Maar ik ben inmiddels wel thuis in de clearstamps, dus ik vond deze wel heel leuk. Een beetje soep hoor, want dan vind ik hier nog 2 losse stempeltjes. En ze hadden een paar nieuwe die ik heel mooi vond. Allereerst deze hele mooie tijger. Die vond ik er heel mooi uitzien. Die kun je dan uiteindelijk ook nog gewoon zelf inkleuren als je dat leuk vindt. En ik heb al meerdere van die houten stempels van de Action. Die bevallen echt heel goed. Dus deze vond ik heel erg leuk. De tijger dus. Maar ik vond ook de beer op de fiets wel heel erg leuk. Ik ben altijd heel erg dol op dieren. Ik vond deze wel heel grappig. Een beer op een fiets. Want kijk, als je ziet, het is ook echt meer beer dan fiets. Je snapt eigenlijk niet dat dit fietsje het houdt. Maar het is natuurlijk een stempel. Maar ja, ik vond het wel heel erg leuk. Dan heb ik nog een koffiemokje meegenomen. Die vond ik heel erg leuk. Ik ben dol op koffie en ik vond deze heel erg leuk. Want hij is roze met de tekst Love erop. Superleuk mokje. Hij kan trouwens in de vaatwas. Je had hem in verschillende kleuren. Ja, ik ben dan lekker voor een roze gegaan. En ik hou van mijn kopje koffie. Ik vind het gewoon heerlijk om zo vast te houden. Ja, cappuccino wordt een beetje krap hierin. Maar gewoon lekker gewoon kopje koffie kan prima. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Dan heb ik nog weer eventjes een haarmasker meegenomen.
Ik had de mijne weer aangebroken en dan vind ik het toch altijd wel prettig om weer even een backup te hebben. Ik heb tegenwoordig het gewone Intense Repair Mask, maar hier zit argan-olie in. En dat is voor mijn haar heel erg goed, want ik heb heel erg veel last van pluishaar. En dan is argan-olie het beste. En eerder kocht ik altijd voor gekleurd haar, maar daar ben ik mee gestopt omdat ik ook mijn haar niet meer verf. Dus ja, gewoon weer eventjes deze. Deze bevalt mij super goed. Dan heb ik ook een handmaskertje meegenomen. Dit is My Happy Place Hand Cream. Het is deze. Dit is een handcreme die ook vegan is. Angel Hug staat erop. Kijken of ik hem kan ruiken. Nee, hij zit nog dicht. Ik hou gewoon van handcremes. Ik gebruik dat altijd heel graag. Dus ik vind het gewoon altijd wel fijn om wat ervan te hebben. En die van de Action, die heb ik al wel vaker gehad. Die zijn wel heel fijn. Dus ik was wel heel benieuwd naar deze. Smeren, dat hebben mijn handen echt nodig, want die drogen heel snel uit. Dus deze. Dan heb ik nog een setje met Metallic Watercolor Paint. Ik ga hier nog een video over maken, maar ik had nog wat meer kleurtjes. En deze ontbrak nog, dus het leek me wel leuk om deze ook te hebben. Dit is gewoon eigenlijk waterverf met een... metallic tint. En er zit dus ook een brush pen bij, waardoor je het zou kunnen gebruiken. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon met een kwastje doen. Maar ja, dit is... er staat eigenlijk bij dat je dus die waterpen moet vullen met water. En dan moet je dus water drukken in deze verf om hem te activeren. Maar dit kun je ook wel een beetje op je eigen manier doen. Maar ja, leuk om hier nog een video bij te maken in combinatie met de andere kleuren. Ik vond deze kleuren ook wel heel erg leuk. Omdat ze ook een beetje roze-oranje tinten hebben. Dus die. Dan, daar was ik heel erg enthousiast over. Cleansing sponsjes tegen. En dit zijn grote sponsjes. En die kun je dus hergebruiken. En dat zijn deze. Ze zijn van het merk Betty. Ik heb gelijk twee setjes meegenomen. Ik ben daar de laatste tijd best wel mee bezig om herbruikbare make-up watjes te gebruiken. Maar ja, je moet ze best wel vaak wassen. En soms kom je dan tekort. Dus ik vind het wel fijn om een voorraadje te hebben. Even kijken of er nog wat op staat. Je kunt dus water gebruiken of make-up remover en daardoor kun je make-up verwijderen. Gewoon wassen en opnieuw gebruiken. Geschikt voor de handwas en de wasmachine. Ze mogen niet in de droger, je moet ze wassen voor gebruik. Oh, op de hand. Oh, je mag ze wel op 40 graden wassen, dus dat is wel handig. Dan heb ik dus een setje met rood en zwart en blauw en grijs. Want dat vond ik wel gewoon heel erg leuk en die kunnen dan ook gewoon weer daarbij. En ik vind dat merk Betty is echt heel fijn. Dus ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Oh ja, dan heb ik nog twee etuietjes gekocht van de Looney Tunes. En misschien herken je het wel. Snoertjes die je kwijtraakt. Ik ben daar echt een kei in. Ik raak altijd mijn snoertjes kwijt. Toen zag ik deze etuietjes. Ik heb er een met Bugs Bunny gekocht. En dat zijn gewoon van die etuietjes waar je dus je dingen in op kunt bergen. Je kunt er bijvoorbeeld, misschien wil je je oortjes wel in opbergen. Dat kan dus ook. Maar ik vond dit dus ideaal voor snoertjes. Want ik ben altijd mijn snoertjes kwijt. Nu ook. Ik zit continu... Oh, heb ik nou het snoertje van mijn e-reader? Of heb ik nou het snoertje van mijn camera? Dat vind ik gewoon super onhandig. En ik vond deze wel heel erg leuk. En ik vind het gewoon fijn om het netjes op te bergen. Bugs Bunny zit er ook echt op gedrukt. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik ben altijd ook wel fan geweest van Bugs Bunny. Maar ik heb ook eentje met Tweety en die is dan roze. Dus twee van die caseën. Ze zijn verder gewoon hetzelfde. De binnenkant. Kijk, dus je kunt hierachter ook nog wat doen. Dus dat is wel ideaal. Er zit ook nog zo'n zakje in om het vocht eruit te trekken. Maar ik vond ze zo schattig en ik dacht, ja, dit is gewoon heel erg handig voor mijn snoertje. Want ik had het altijd in een bakje, maar dat gaat ook allemaal in de knoop zitten. Dus twee van deze opbergcaseën. Even een beetje zoeken, jongens. Nou ja, ik had dus ook nog stempeltjes gekocht en die waren wel voor de Pasen. Maar... ik ben in mijn bullet journal nog niet helemaal bij de paas
paas tijd om erin te verwerken, want ik loop heel erg achter. Maar dit zijn gewoon leuke stempeltjes om ook eventueel, als je een kaartje zou willen sturen met paas, te kunnen doen. Paas is nu natuurlijk al lang geweest, maar hey, voor volgend jaar of zo. Ik heb dus hele leuke stempeltjes gekocht en dit zijn vooral konijntjes en eitjes en ook Happy Easter staat erop. Dus super leuk. Dit zijn gewoon van die super schattige leuke stempeltjes. Dan heb ik ook een setje met deze. Dit zijn dan weer wat andere konijntjes en heel veel paaseitjes. Super leuk. En ik heb een paar setjes. En hier heb je dan ook wel konijntjes, maar die zijn dan ook weer anders. Ook konijntjes in een autootje. En ja, heel erg leuk. Leuke paastempeltjes. Gewoon heel erg leuk om in mijn bullet journal te verwerken. Net wat ik zeg, daar ben ik toch nog niet. Dus die kan ik dan lekker nog daarbij gebruiken. Dan heb ik, ja, de rest is eigenlijk vooral make-up nog wat erin zit, deze wimpertjes gekocht. Ik ben de laatste tijd aan het experimenteren, ook met wimpers die je moet plakken. In het begin deed ik dat niet, maar nadat ik de video had opgenomen van die wimpers met eyeliner die zo goed werkte, ben ik ook een beetje gaan experimenteren met wimpers en lijn. En dat ging eigenlijk best wel goed. En dit setje, dat had ik al best wel een tijdje gezien. En dat is dus deze, Wake-up en Make-up. En hier zitten dus drie wimpers in. En je krijgt ook lijm en een applicator erbij. En er zit ook een spiegeltje in. Dus je hebt gewoon een mooi doosje met, ja, die wimpertjes. Dus super leuk. Mocht je het leuk vinden om hier een video over te zien, kan ik die altijd nog wel eventjes maken. Want ik ben er zelf wel heel benieuwd naar. En ik zie dat Action ze gewoon elke keer weer terug in het assortiment krijgt. En ja, het is gewoon handig, want ze zit gelijk in een opbergdoosje. Dus super leuk. Ik ben er zelf heel benieuwd naar. Dus mocht je hier een video van willen zien, laat het dan eventjes weten. Dan heb ik een nieuw wenkbrauwsetje gekocht van Fab Factory. Ik had hier al een blush en bronzer paletten van. En nu zag ik ook dat ze wat voor je wenkbrauwen hadden. Brow Bikini Ready. Je krijgt hier drie kleuren poeder in en twee kleuren highlight. Dus dat is altijd wel leuk. Dus eigenlijk zit er meestal voor elk persoon wel een kleurtje in. Want je hebt een hele donkere, een wat lichtere en een nog lichtere. En dan heb je hier de highlight kleurtjes. Ook krijg je een applicatortje erbij. En ja, ik gebruik zelf altijd mijn eigen applicator, maar dat maakt niet uit. Ik vond deze wel heel erg leuk, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dan heb ik nog een nieuwe lipstick. En ik zag dat ze nieuwe verpakkingen hadden. En dat is deze. Het is een gouden lipstick. Een gouden huls. Heel erg mooi. Echt zoveel mooier als dat plastic wat ze eerst hadden. Hele mooie huls. En dit is de kleur 316 Classic Red. Je had deze kleuren, je had deze lipsticks ook in de huidige kleuren die ze al hebben. Maar die kleuren die heb ik al. Die hebben alleen een andere verpakking. Dus die heb ik uiteraard niet gekocht. Maar dit is gewoon een mooie rode kleur in een hele, ja, hele mooie verpakking. Ik vind het bijna, je zou bijna niet geloven dat dit Action is als je het ziet. En daar heb ik natuurlijk ook een bijpassende lipliner bij. Dat vind ik wel leuk. En die is verder nog hetzelfde gebleven. Maar dat is dus deze. Dan heb ik ook een Marbleicious Nude Lippenbalsem gekocht. Die zijn 100% vegan. En deze vond ik er heel interessant uitzien. Ik hou van lippenbalsems. Ik gebruik het graag. Ik vond de verpakking heel leuk. Het is wel karton. Maar ik ben wel benieuwd. Marbleicious. Ik ben heel erg benieuwd wat dat doet. Dus ik heb een nude kleur. Je had meerdere kleuren, maar die hadden ze op dat moment niet. Dus ik heb nu deze in ieder geval gekocht. Dus die vond ik wel super leuk ook. En het laatste wat ik heb gekocht, en daar ben ik echt super blij mee, dat is deze. Club Life! Eindelijk! Ik heb hier zo lang op gewacht op dit oogschaduwpaletten. Ik weet nog wel dat die echt maanden geleden aangekondigd werd. En elke keer bij de Action, als ik daar kwam, kijken, is hij er al? Nee. En nu in één keer zag ik hem liggen en ik ben dol op deze palettes. Ik ga hier uiteraard nog een video over opnemen. Hele mooie palettes, heel mooi strak van karton. En als je hem openmaakt, heb je zeg maar een mooie spiegel. En dan zijn dit de kleuren. Het zijn wat, ja, het zijn hele leuke kleuren die erin zitten. Ja, ik ben helemaal blij met dit paletten. De kleuren staan er ook onder de namen. Is een beetje moeilijk te zien, want het is witte tekst. Maar kijk, op de achterkant worden de kleuren nog een keer vermeld. Dus echt super mooi. Echt super leuk. Heel blij dat ik hem eindelijk heb, want ik was er zo lang na op zoek. Dus daar ben ik ook echt super blij mee. Dan waren dit de aankoopjes die ik heb gedaan bij de Action. Ik ben er heel blij mee.
Ik ga het lekker allemaal opbergen en in gebruik nemen. Ik ben benieuwd wat jij eventueel het leukste item vond wat ik dit keer bij de Action heb gekocht. Ik vind het in ieder geval allemaal heel erg leuk. Ik kom er weer lekker mee aan de gang. En ik ben ook blij dat ik nu kaartjes heb. Ik wil hier alleen nog mooie opbergboxjes voor gaan creëren. Dat het echt, als het bovenaf is, gewoon ook handig is om te pakken. Dus daar ben ik nog een beetje naar aan het zoeken. Maar dat wordt vast ook wel heel leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik dit keer bij de Action heb gekocht. Of misschien zijn er ook wel items bij die jij zelf graag koopt. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer heel erg leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!